Aan tafel zit Diederik Ebbingen, presentator van Promenade. De zondagavond talkshow waarin het nieuws, maar vooral de televisie van de afgelopen week, humoristisch wordt besproken en bezongen. Een regelrechte culthit. Volkskrant schreef, onder andere, Promenade is wekelijks toptoneel met vier acteurs op de toppen van hun kunnen. Ergens halverwege Jiskevet en Borreltijd van Arjan Edeveen. De kijkcijfers, de obsessie van Hilversum en dus ook van Promenade, blijven ietsjes achter bij de laaiende recensies. Gemiddeld kijken zo rond de 300.000 mensen. Is dat erg? Promenade. Hartelijk welkom bij alweer de allerlaatste aflevering van Promenade van dit decennium. We gaan het deze week net even anders doen dan u van ons gewend bent. We gaan het vanavond net even anders doen dan u van ons gewend bent. Net even anders doen dan u van ons gewend bent. Camera. Loopt. En actie. En wat zou ik... Godverdomme. En uiteraard... Kom. Ik wil je toch deze vraag stellen. Maarten van der Weijden, held... Loser of aandacht verslaan. Laten we één ding doen. Gewoon rustig blijven. En zorgen dat we... Lekker de handen wassen. Gewoon de handen wassen. Gewoon de handen wassen. Goed. Ja. Waarvan acten? Ja, ik zit wel heel erg op de lijn met Jan de Hoop Scheffer. Jaap. Ja, ook. Martien Meijland is eigenlijk een beetje de Carrie Tefse van de 21ste eeuw. Wat op, man. Dat ga ik toch niet vergelijken, joh, met zo'n talentloze pisnicht. Goed, nou, daar gaan we vanavond niet uitkomen. Mijn naam is Diederik Ebbingen. En ik vrees ontzettend voor het voortbestaan van Promenade. Ik heb mijn kop boven het maaiveld uitgestoken en kennelijk gaat je kop er al af. Alle talkshows van Nederland, DWDD, Op1, Jinek. Mochten jullie komende week nog een plekje vrij hebben, ik ben beschikbaar en er zal er zijn. Zodat we er volgende week een knalfinale van kunnen maken. Blijf zitten bij jezelf. Kut! Ik schrik me helemaal de tyfus. What the fuck is dit, joh? Ja. Nou, daar zit je dan. Ja. Ja, ik werd meteen na de uitzending werd ik door iedereen gebeld. En dan ga ik kijken wie de meeste kijkcijfers heeft. Ja. Dat ben jij. Ja. En daar ga ik dan zitten. Het is alleen dat, puur cijfermatig. Puur cijfermatig. Ja. En wat wil je hier precies... Wat is de reden van je komst? Nou ja, ik heb wat goed te maken met sommige mensen. Ik wil natuurlijk een tweede seizoen maken. Hè. Je hebt continu die druk van... halen we wel genoeg kijkers om een tweede seizoen? En ik wil heel graag een tweede seizoen. Dus ik dacht, ja, we hebben nog één kans om daar nog alles aan te doen. En we staan tegenover de finale van dat Engelse bakprogramma... waar heel Nederland naar kijkt. Mm. En nou ja, daar hebben we ook wat op bedacht. Want wij hebben ook een bakfinale zondag. Dus je kan net zo goed naar ons kijken. Maar Diederik, maak je toch geen bal uit, kijkcijfer? Dit is een culthit. Je wordt genomineerd voor de Nipkow-schijf. Mark my words. En je krijgt een tweede seizoen, dat weet je toch al lang? Nou, werkt dat zo? Ja, als jij mij nu... Ik kan je niks beloven. Nee, maar dat is het probleem. Ja. Ik wil dat graag horen. Mm-hmm. Dus wij hopen dat we nog eventjes net even zo'n push geven... dat ze eigenlijk niet anders kunnen dan ons een tweede seizoen geven. Waarom kijken er niet meer mensen eigenlijk? Ja, dat kan ik ook uitleggen. Doe eens. Ik heb per ongeluk toen de druk was heel groot. Ik was bloednerveus. En toen heb ik mij in aflevering 3 heb ik mij heel lelijk uitgelaten... over de mensen die kijkcijferkastjes hebben. Mm. En ik denk dat ik daar zoveel kijkcijferkastjes mee heb tegen me in het harnas. Wat heb je gezegd dan? Ik heb gezegd dat het freaks waren. Omdat ze zichzelf moesten opgeven. Maar ik heb daar nu ontzettende spijt van, dat ik dat gezegd heb. En daarom hebben we ook voor aanstaande zondag... hebben we eigenlijk een speciale uitzending voor mensen met een kijkcijferkastje. De voortgang van een programma is niet afhankelijk van de kijkcijfers, zeg Zeker jij. Wel. In sommige gevallen wel. Dit is een programma op NPO 3. Het scoort, het is een culthit. Ja. Ik kan hier allemaal recensies gaan voorlezen van mensen die zeggen... dit is het succes. Dus dan hoef je niet zoveel zorgen te maken. Tenzij je een klein beetje overdrijft, zoals Diederik nu doet. Misschien, ja. Want je gaat dus gewoon door. En het is gewoon een niche. Kijken 300.000 mensen naar. Ik bedoel, dat theater voor. Bijna 300.000 mensen. Gemiddeld. Ik wil gewoon een tweede seizoen, daar komt het eigenlijk op neer. Oh, nou, gelukkig ga ik. Dat is precies mijn doel. Maar luister. Dat is mijn doel nu bereikt. Nee, maar je hoeft niet als een bedelaar langs de deuren. Dat wil ik maar zeggen. Nee. Staat je ook niet. Nico, wat vind jij van Promenade? Ik zit het net op te schrijven. Ga je dat straks voorlezen of kan je er nu al iets van werken? Ik ben een groot fan, ja. Laten we eens kijken. Voor de mensen die niet kijken, want dat zijn er dus ook nog een hoop. Jullie bespraken de bosbranden in Australië. Ja. Dan zien we ook meteen even de setting. Want we hebben een aantal premièregangers vanavond wat jullie programma betreft. We kijken dan naar de bosbranden. Uiteraard worden de manier waarop wij en mijn collega's dit soort dingen bespreken... een beetje op de hak genomen. Daar is ook helemaal niks mee mis. Eén van de branden die we zien op de schermen is niet een bosbrand... maar dat zijn de Scheveningse kerstbranden, hè, of niet?
Is dat zo? Ja, dacht ik. Dat vond ik nou ontzettend geestig. Nou, we hebben een stagiair die monteert dit soort dingen. Nou, even goed kijken. Het lijkt wel alsof de hele wereld in de fik staat, hè? Ja. En dat zie je nu ook in Australië heel erg. Ik wou net zeggen. Ja. Ik heb er met pijn in mijn buik naar zitten kijken. Ja, nee, ik kijk daar niet graag naar. Zullen we heel even gaan kijken? Graag. Heel graag. Ja, leuk. Ongelooflijk, hè? Zoveel vuur. Het is ontzettend onheimisch op de een of andere manier. Ja. En ik heb echt het gevoel dat het nu met voetbalvelden tegelijk afvikt daar. Ik denk dat we inmiddels wel met provincies Utrecht te maken hebben. Nou, ook het stadium van provincies Utrecht zijn we inmiddels voorbij. Het gaat nu meer om België's, zal ik maar zeggen. België's, ja? Ja, minstens, ja. Okay. Ongelooflijk, wat een ellende. Ja, het schijnt dat er in sommige delen van Australië zelfs sprake is van Noord-Frankrijks. Heb ik nog een huisje gehad. Serieus? Ja. Oh jeetje, dan komt het wel dichtbij. Dat komt heel dichtbij, maar ik heb het gelukkig op tijd kunnen verkopen. Ja. Oh, gelukkig niet. Ja. Deze vier mensen, jij bent, even voor de goede orde, even serieus. Jij bent de baas van het programma, jij schrijft het programma volgens mij. Nou, met een redactie, hè? Maar niet met z'n vier. Je maakt het programma niet alleen, Matthijs. Dat weet jij toch ook? Weet ik zeker weten, man. En dat moeten we ook, kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. Nee. Maar niet met Ton Kas, Eva Krutsen en Henry Verloon. Hè? Dat zijn gewoon de acteurs die jij... Nou, kijk, we schrijven door de week met de redactie. En dinsdag beginnen we met een redactievergadering waar ook de acteurs bij zitten. Dus die komen dan ook met ideeën en dingen. En dan evalueren we de vorige. En dan gaan we zaterdag... Het script is vrijdagavond af. Dan gaan we zaterdag gaan we repeteren met de acteurs. En die komen dan ook nog met goede input. En dan zondag gaan we dat opnemen. Ja. Is het... want als je toch die obsessie met kijkcijfers hebt... en die deel je met Hilversum... Gedwongen, hè? Nou ja, misschien. Ik weet het niet. Ik kan je blijkbaar niet geruststellen vanavond. Ja, het zal iets met die kijkcijferkastjes te maken hebben. Maar ik denk het feit dat, Romanus, dat je niche bent... Je bent even iets anders dan... Dat is toch allemaal prima, joh. Ik denk ook wel dat het doorgaat. Dat denk ik. Ja, ik vind dat wij wel kunnen afspreken zo langzamerhand. Jij bent hier voor de show. Ja, de show voor de show. Ik vind het ook leuk dat nu wat meer mensen dan die fragmenten zien. En dat eigenlijk toch wel leukere fragmenten zijn dan dat domme gebak. Op zondagavond. dat wordt een tuffe tegenstander, hoor. Dat gebak. Daar ga je niet winnen, hoor. Nee, dat ga ik ook niet winnen. Nee, dat zou echt. Dat is te hoog gegrepen. Dat gaat echt niet lukken. Harry Mens, ironie, hè? Ironie. Nee, dus je zegt het omgekeerde van wat je vindt. Dat doen jullie nog alles. Hè? Dat is grappig. Dat vind ik heel grappig. Denk je dat. Zou dat iets zijn waarvan veel mensen zeggen. Ik begrijp het eigenlijk niet. Ze zeggen dat ze Harry Mens hartstikke leuk vinden. Maar ik weet niet of ze dat nou menen. Of ze Harry Mens hartstikke leuk vinden. Ik denk dat ze misschien het tegenovergestelde. Of zoek ik nu dingen die er helemaal niet zijn. Ja, ik weet dat niet. Er zijn inderdaad heel veel mensen die het niet begrijpen. En dat is dan zo. Ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Nee. Ik vind het zelf niet zo moeilijk te begrijpen. Nee, ik ook niet. En ik denk, als je het niet begrijpt... dan krijg je in ieder geval een heel nieuwswaardig journalistiek programma... te zien met allemaal nieuwtjes. Dus dat is sowieso leuk. Wat voor stukje was er dan van Harry Mens? Dat kan ik maar even laten zien. Harry Mens mag 73 kaartjes uitblazen. En still going strong, want ondanks alle talkshow-oorlogen... gaat zijn programma Business Class, onverstoorbaar jongens... zijn 22e seizoen in en is daarmee veruit... de langslopende talkshow, Henry, van de Nederlandse televisiegeschiedenis. En waarom horen we daar zo weinig over, Kok Ton Kas? Nauwelijks BN'ers. Maar goed, dat is extra knap, zou je zeggen, dat je het dan zo lang volhoudt. Ja, maar kijk, Harry Mens kiest bewust niet voor talloze BN'ers... maar voor mensen die echt iets te vertellen hebben. Dat is natuurlijk ook iets waard. Nou, en het is een ontzettend leuke man. Hè? Ja, dat heb ik ook. Elke keer als ik hem zie, denk ik, wat een leuke man. Nou ja, het is ook gewoon zo. Het is gewoon echt een hele leuke man. Ja. Kok Ton Kas? Ja, nee, je kunt veel over Harry Mens zeggen... maar niet dat het geen leuke man is, want het is een hele leuke man. Zie je het voor het eerst, Stef? Ja, ik heb het nog niet gezien. Maar ik zei net, als het over ironie gehad... bedoel, ik heb het vliegtuig terug van Kaapstad hier naartoe... twee luizenmoeders gezien. Had ik nog nooit gezien, tot mijn grote schaamte. Ik heb verschrikkelijk moeten lachen dat de mensen naast mij... allemaal buitenlanders echt dachten, die gast is gek. En dit is toch dezelfde ironie? Het is voor mij ook zo'n soort... Ja, nou, dit wordt toch een stuk minder mensen begrepen. Dan proberen we nu veranderingen. Maar het grappige is wel, Diederik, het komt uit hetzelfde hoofd. Ja, gedeeltelijk. Luistermoeder heb je ook. Zo'n programma maak je ook niet alleen, Matthijs. Dus gedeeltelijk natuurlijk wel, ja. ja, gedeeltelijk komt het daaruit. Alleen kennelijk is het nu wat ingewikkeld. Ik weet het niet. Het spreekt wat, weet ik veel. Ik ben er zelf heel blij mee met het programma, vergis je niet. Ik vind het ontzettend goed gelukt. En wij hebben ontzettend veel lol en maken het met heel veel plezier. En
Ja, dat is het. Dus ik ben zelf niet zo ontevreden of zo. Het is niet zo dat ik vind dat het een mislukt programma is. Het is dat ik alleen bang ben dat het niet aan de wetten voldoet die het een tweede seizoen gunnen. Omdat wat zou je willen doen in het tweede seizoen? Ga je andere dingen doen? Of heb je nog meer de surprise acts? Dat hangt van de actualiteit af. Want wij gaan helemaal in op de actualiteit. Dus we maken elke week zo'n programma. En dat is de actualiteit bepaalt wat wij gaan doen. Bij de NTR gebeurt iets heel bijzonders op zondagavond. Volkskrant. De satirische talkshow van Diederik Ebbingen verdient betere kijkcijfers. Trouw. Promenade is ongemakstelevisie van het zuiverste soort. Ongemakstelevisie. Dat is een aardig woord. Dat is van Arjen Fortuyn, NRC Handelsblad. Misschien is dat het. Het ongemak. Trouwens, de NRC schreef na de eerste uitzending dat het een mislukt programma was. Maar goed, toen het langzaam een hintje werd, schreven ze opeens dat het hartstikke goed was. Mm, ja, maar je kan je mening, dus voortschrijdend inzicht. Ja. Dat was een ander. Even over de kijkcijfers, want we hebben het er hier nu over, omdat het blijkbaar zo belangrijk is. Maar het gaat er ook af en toe over in de tweede aflevering. Je gaat alles opschrijven, zie ik, als het over kijkcijfers gaat. Nee, ik moet even schrijven dat ik weet waar ik het over heb. Kijkcijfers op laagtepunt, dit was op tweede aflevering. Dit is de derde aflevering over die slechte kijkcijfers bij de tweede aflevering. Ja. Henry, we kunnen er helaas niet omheen, maar jij sloeg vorige week de spijker op de kop wat betreft onze kijkcijfers. Ja, ja, 110.000 kijkers, dat is wel heel erg weinig natuurlijk. Je hoopt een dieptepunt. Veel minder kan ook eigenlijk niet, want dan wordt het onmeetbaar, denk ik. Dus, ja. Maar Eva, het was niet helemaal stil rond het programma, toch? Nee, absoluut niet. Het AD schrijft dat Diederik Ebbingen in het kijkcijfermoeras is gezakt. De Mediacorant beweert dat Diederik Ebbingen door het ijs is gezakt. Grappig. RTL Boulevard spreekt van een kijkcijferhorror. NRC Handelsblad heeft het over een mislukt programma. Maar daar tegenover staat dat Trouw vindt dat je betere kijkcijfers verdient. Nou. Ja, ze zou het ook echt leuk vinden als we een keer een onderwerp hadden waar ook echt de volgende dag over gesproken zou worden. Een soort viral, zeg maar. Nou ja, precies. Ja. En je merkt ook echt wel dat het trouwens een stuk genuanceerder is. Hè? Ja. Dat merk je vaak. Misschien wel de beste krant van Nederland, Henry? Soms, absoluut. Ja. Afijn. Dit was briljant. Dit is zo, het zit zo goed in elkaar. Jezelf zo open, eigenlijk heel kwetsbaar opstellen en daar dan een grap van maken. Dat is echt briljant. Wat kunnen we doen? Laten we eens kijken. Nee, ik denk dat het wel goed komt. Ik sta er wel achter. Ja, ik hoop dus heel erg dat die mensen echt... Want we hebben echt een leuke verrassing voor de mensen met een kijkcijferkastje. Ja. Dus ik zou willen vragen, en nogmaals mijn excuses voor... Hoeveel zijn dat er eigenlijk? Er zijn 1240 kastjes in het hele land. Oké, dat zet niet echt zo aan de dijk. Per kastje heb ik uitgerekend ongeveer zo'n 70.000 kijkers. Dus als er 10 kastjes... ik weet het ook niet precies. Nee. Ik hoop niet meer. Het gaat erom dat wij een hele leuke verrassing hebben voor mensen met een kastje. Dus als die heel Holland Bak of terugkijken of op een ander tv'tje kijken. Maar dat kastje moet even op ons. Want we hebben echt een leuke verrassing. We zeggen niet wanneer, maar ze moeten echt gaan kijken. Vooral de kastjes. De rest hoeft eigenlijk wat mij betreft helemaal niet te kijken. Als de kastjes maar kijken. Diederik, dankjewel.